En hiermee verklaar ik het solar parking system voor geopend. Welkom bij de gemeente Dronten, oftewel de duurzame gemeente Dronten. Want duurzaamheid is een van onze speerpunten. Dat zie je ook terugkomen in onze pioniersgedachte en onze pioniersgeest, waarbij we ook voorop willen lopen op het gebied van duurzame energie. Ons gerenoveerde gemeentehuis is voorzien van volledige zonne-energie. En die zonne-energie wordt opgewekt via ons nieuwe solar parking system. Power parking is een mooi voorbeeld van slim en samen. Op dit parkeerterrein kan je niet alleen je auto parkeren, maar we wekken hier duurzame elektriciteit op en wij laden hier gewoon de auto's. En dit project is tot stand gekomen in een goede tripartite samenwerking tussen de gemeente Dronten, de provincie Flevoland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt gesponsord door de Europese Unie. Na dit project gaan wij verder in Lelystad, en in Almere, waar wij ook zo'n mooi project realiseren. Duurzame energie en duurzame mobiliteit, samen de toekomst. Welkom bij Eneco. In samenwerking met de gemeente Dronten hebben wij een powerparking gerealiseerd waarbij elektrische voertuigen met lokaal opgewekte zonne-energie kunnen opladen. Eneco Zonnigladen is dé oplossing voor bedrijven en organisaties. We zijn enorm trots dat we dit samen met de gemeente Dronten hebben kunnen realiseren. En dat we een aandeel hebben in het volledig nieuw gerenoveerde gemeentehuis, waarmee zij kunnen stellen dat ze energie-neutraal en aardgasloos zijn. Uiteraard wensen wij alle inwoners van de gemeente Dronten heel veel zonnige lateruren. De batterij is de buffer voor de door de zon opgewekte energie. En op deze locatie moeten we dit regelen. Als we op deze locatie niks zouden regelen, dan zou het gros van die energie verdwijnen op het net. Door de batterijen neer te zetten met slimme software kunnen we de energie bufferen en op een later moment of in het gemeentehuis gebruiken of hier onder de carports voor de elektrische auto's aan de laadpalen. Zeer binnenkort zijn de gegevens van dit project op grote schermen in het gemeentehuis te zien. Met het toenemend aantal elektrische auto's op de weg neemt ook de behoefte om bij elke parkeerplaats een laadpunt te hebben toe. Die laadpunten samen moeten natuurlijk wel slim omgaan met de behoeften van het dagelijks transport van de automobilist, maar ook met de beschikbare energie. Alfa zet met dit slimme laadpunt een stap in die toekomst. Wij geven die energie ontzettend graag door aan de gemeente Dronten. Deze powerpark in parkeerplaats verdient navolging op andere parkeerplaatsen in Flevoland. Om te beginnen in Lelystad en in Almere.